Met een dode man. Oh, meneer Molenschuiver. Nou, ja. Alles goed met u in deze tijden van... Hoe doet u het nou, mevrouw Dodeman? Heb u het nou? Wat heb ik? Ja, wat heb ik? De corona natuurlijk. Hoezo dat nou weer? Nou, omdat u zo, ja, hoe zit ik dat? Liep de, ja, wat is het woord? Sniffen op straat net. Ik zorg me kapot. Waarom doe je dat? Sniffen? Ik moest niezen. Dat is, ja, dat is een soort... Ja, dat is een soort van allergie. Ik denk van een bepaalde boom hier in de buurt. Ja, dan moet ik altijd in ene niezen. Pollen zal het wel wezen, de pollentijd. Ja, dat zegt u, maar ik geloof er helemaal geen dikke koeienreet van, weet je dat? Oh, nou, dan gelooft u het niet. Als je verkouden bent, dan mag je nu niet de straat op. Dat weet iedereen. Dan moet je binnen blijven. Maar het was allergie, dat zeg ik net. En ik deed het trouwens in mijn elleboog. Dit is moord. Ja, maar niet met een allergische nies. Oh, ik heb dat wel vaker bij u gemerkt, weet u dat? U bent helemaal niet te vertrouwen. In het buurthuis met de klaverjas speelt u ook de hele tijd vals. Nee, meneer Bonenschuiver. Oh, nee. U kan niet tegen uw verlies. Dat is het hele eier eten. Ik speel nooit vals. Ja, nou, als u maar weet dat ik de politie nou direct ga bellen. Hè, en dan ga ik u aangeven. Nou, u doet uw best maar hoor, meneer Bonenschuiver. U hebt zeker niks beters te doen. Allergie, hooikoorts, dat is het. Oh ja, nou, ik weet zeker dat jouw vader in de oorlog ook fout was. Want was het niet een NSB'er, jouw dode man? Ach, hou nou toch op, man. Als er eentje fout is, dan ben jij het wel. Nee, die naam die komt mij heel NSB'erig voor. Ach, man, laat je toch nakijken, alsjeblieft. Mijn vader was een held. Ja. Dan kan jij nog een puntje aanzuigen. Lafaard, slappe dweil. Nou. Ja, en nog één zo'n opmerking, hè. Dan kom ik je persoonlijk op minder dan anderhalve meter een hengst voor je kop verkopen, klerenleier. Gadverdamme, laat ik me door zo'n kerel opnaaien. Niet doen, mensen. Niet doen. Blijf rustig, hè. Zelfs in deze tijden van corona. Yeah.